Amsterdam, de hoofdstad van Nederland, is een verdeelde stad. Achter het Centraal Station, waar de De Ruiterkade met zijn aanlegstijgers een grote bedrijvigheid oproept, ligt het IJ. Zo belangrijk voor de zeescheepvaart, maar een brede scheiding tussen het centrum en het noordelijk stadsdeel, dat we kennen als Amsterdam-Noord, en dat bezig is uit te groeien tot een stad van 100.000 inwoners. De pontveren over het IJ zorgen voor de verbinding tussen de beide stadsdelen. Op het plein voor het Centraal Station voeren de trams dagelijks duizenden mensen aan wie er weg naar Amsterdam-Noord leidt. Zij moeten hier overstappen in bus K, die een kringlijn bedient rond het station naar de Ruiterkade, waar zich ook de aanlegstijgers van de gemeentelijke veren bevinden. Na anderhalve minuut rijden verlaten ze achter het station de bussen weer en moeten dan overstappen op de pont. Dit alles is een tijdrovende bezigheid die echter noodzakelijk is omdat een centraal gelegen directe oeververbinding tussen de beide stadsdelen nog steeds ontbreekt. Aan de overkant wachten dan weer lege bussen voor het verdere vervoer door Amsterdam-Noord. Autobezitters kunnen weliswaar gebruik maken van de brug over het IJ bij Schellingwoude, maar dat betekent een tamelijk gecompliceerde omweg van 12 kilometer. Amsterdam, dat voor de binnenstad een wederopbouwplan had ontworpen en goedgekeurd, besloot in 1953 tot de bouw van een IJ-tunnel die zou aansluiten op de in dat plan geprojecteerde brede oostelijke toegangsweg tot het centrum. Deze toegangsweg, de Wieboudstraat, is gereed. De weg versmalt zich nog daar waar zij overgaat in de Weesperstraat, die ernstig gehavend werd in de hongerwinter toen de woningen van de gedeporteerde Joodse Amsterdammers gesloopt werden. Deze hele wijk wordt nu gesaneerd. En ook hier ontstaat dan de ruimte waardoor het lokale zowel als het interlokale verkeer naar het centrum en naar de tunnel vlot verwerkt zal kunnen worden. Alvorens met de tunnelbouw zelf een aanvang kon worden gemaakt, moesten kostbare voorzieningen worden getroffen aan de spoorbaan ten oosten van het Centraal Station, eer men daar kon beginnen met de eigenlijke bouwput. Zo moest er een aantal zijdelings verrijdbare bruggen worden gebouwd. Een uiterst moeilijk werk in verband met het zeer drukke treinverkeer op dit traject. Maar de treinenloop vond ongehinderd voortgang. Dat kan echter niet gezegd worden van de tunnelbouw. Sedert de bestedingsbeperking in 1957 ligt het werk aan de IJ-tunnel geheel stil. Het terrein van de bouwput is door onkruid overwoekerd. De uitvoering van de IJ-tunnel, waarin reeds rond 22 miljoen gulden werd geïnvesteerd, is thans afhankelijk van een beslissing van de regering. Los hiervan echter zet Amsterdam de realisering van haar wederopbouwplannen voor het centrum voor. Nog is de tunnel alleen maar op een foto aanwezig. Maar Amsterdam vertrouwt dat de IJ-oeververbinding tussen centrum en Noord er zeker zal komen.